Goedemiddag mevrouw. Peter de Vriend, Vicky de Graaf van de Federale Gerechtelijke Politie. Kunnen wij u even spreken in verband met uw echtgenoot? Ja, kom binnen. Lore zit in een psychiatrisch centrum, hè, sinds het ongeval. Ze zat bij Armo in de wagen en ze heeft waarschijnlijk gewoon alles zien gebeuren. Waarschijnlijk. Ze heeft er tot nu toe nog met niemand over gepraat. Rehearsal, or is it open to the general public? Goodbye, Emily. Please give my regards to Mr. Todd. I remember you to him. Oh, nee, die was te vies, hè? Is hij te vies? Ja. Sorry. Geen week, hè? Weet jij hoe dat ze in het leger het pensioen van de generaal berekenen? Nee. Nee. Oké. Ze mogen een lichaamsdeel kiezen. Dat wordt opgemeten en maal $5,000 gedaan. All right. Meneer, ze zegt, pak met een arm. 100 centimeter maal $5,000 is... Inch. Ja, inch. Maakt niet uit. Is dus een $500,000. All right. Oké. Een tweede zegt, pak met een been. Dat is langer. Een meter van daar tot daar is 120 centimeter. Maal $5,000 is... $700,000. Chiami? Tuo nome? Felix Verrecke. E quanti anni hai, Felix? 19. E cosa stai facendo qui? Felix, ti ricordi perché sei qui? Non ti alzare. Come ti senti? Quanto tempo ho perso? Non lo so. Ti senti confuso, nauseato? Hai del dolore da qualche parte? Pensi che domani sono che? O in una gara? Non penso sia una buona idea. Dobbiamo vedere. Ora rilassati un po'.